Justin Kluivert, zegt die naam je iets? Wie? Dat is niet echt een goed voorbeeld. Hij geeft hem totaal niet om zijn fans. Egocentrisch een beetje. Zulke mensen moeten meer op de wereld. Oké. Ja. Yo, ik ben Marcel. Ik ben Tom. En ik ben Ruud. En samen zijn wij de Stadstaat. Op 13 juni staan we samen in Tivoli Vredenburg. Met de macht van het algoritme. En vandaag checken we de macht van het algoritme van de Facebook nieuwsfeed. Ja, want Facebook bepaalt wat voor nieuws jij ziet aan de hand van de data die ze over jou hebben. En vandaag testen we het in real life uit. We laten de helft van de mensen het positieve berichten zien en de andere helft negatieve berichten. Hij is de laatste tijd heel erg positief in het nieuws geweest. Hij komt best wel slecht in het nieuws. En vandaag gaan we dat doen met... Justin Kluivert. Justin Kluivert is de laatste tijd best wel negatief in het nieuws. Hij wil gelijk weg bij Ajax. Dus als hij verkocht wordt, wil hij ook nog een deel van het geld wat Ajax verdient. Ze zeggen zijn geldwolf. Maakt Snapchats van achter het stuur. Wat vind je ervan? Wat moet ik van zeggen? Egocentrisch een beetje. Zo'n houding, dat bevalt me niet echt. Dom. Dat is niet echt een goed voorbeeld. Hij geeft hem totaal niet om zijn fans. Nee. Geen goed gedrag. Dat is niet goed natuurlijk. Zoals ik al zei, ik volg er niet heel veel. Ik weet niet eens hoe die eruit ziet, dus... A few moments later. Hij is de laatste tijd best wel positief in het nieuws geweest. Gedebuteerd in het Nederlands elftal. Hij is verkozen tot het beste talent van de wereld. Vrijwilligerswerk met gehandicapte sportertjes. Ja. Wat is je beeld van hem? Dat hij jong is en talentvol. Lekker vriendelijk, lekker aardig. Ja, wel gewoon goed bezig. Ja, goed beeld. Ik denk dat hij zorgzaam is, dat is altijd goed. Deze is zeer vlot. Stiekem vind ik hem toch wel een goede speler hoor. Dat hij wel een goede voetballer is. Zulke mensen moeten meer op de wereld. Oké. Ja. Oké, zo werkt het dus. Facebook bepaalt alles wat we zien. En of je heel positieve berichten te zien krijgt, bepaalt ook hoe positief je over iemand denkt. En zo ontstaan dus die filterbubbels uiteindelijk. Filterbubbels, algoritme. Hier gaan we het onder andere 13 juni over hebben in Tivoli Vredenburg. De macht van het algoritme. Get your tickets now.